Matilda. Só pra cima, tá sentindo. Oh, wow. Seth met the rose balker op. En ik heb die twee dingen hierin geslipt en zijn het alleen maar vijf balken. Ik heb gemaakt van speed, ik kom nu alleen in beeld. Ja. Moeten we niet iets doen aan die appels? Want ik ging net al om het plaats met die appels. Ik heb lekker geperkt, ik maak gewoon naar die appels. Ik ga het toch niet terug. Hours later. Hebben alles over voor Nadine. Ik ben het goed spoiler onder zetten. A few moments later. Dat ga ik ook geen keer doen. Ben klaar. Ja. Oh, gaat maar voor me. Ga ik alleen maar op die peren. Peertjes. Jatine in het natuurhabitat. Wat jij dit doet, zeg maar eigen risico. Ah! Ze poeien niet weg. Oh, ze is weggerend. Nou, ik weet dat ik het eigenlijk weer een goede titel. Vijf springen gaat fout. Ja. Doris, kan het uitdagen, want je krijgt echt een harde trap in je gezicht. Kijk het droog eigenlijk even hoe ze hier staat. Ja, ben je weggerend? Oh, stiekemert. Nadine is er van doorgerend. Ze is daar zo. Daar, om precies te zijn. Is ze er nu. Ze is eruit gerend. En Doris die rende helemaal naar. Nou, en nu zijn ze samen hier over het erf ergens heen weggerend. Het zag er best wel komisch uit. Het is natuurlijk niet zo komisch, maar het zag er leuk uit. Ja, ik dacht ik kan er ook nog mee achteraan gaan rennen, maar ik dacht dit is eigenlijk gewoon te grappig. Dus ik pak toch maar even de camera om te filmen. Waarom ga jij mee, Doris? Dat is niet de bedoeling. Ja. Buiten adem? Ja, ik ben echt heel buiten adem. Niet te doen. Doris, je mag blijven. Neem mijn woorden terug, wat ik net zei. Ja. Lief feest. Ja. Nee, je moet mee blijven rennen, want anders... Gaat ze weg. En toen was ze weggerend.